Ja, een goede avond, deze avond. Namens mezelf, Gerard Momaerts, hier op het Aaldercontact. En zoals je het kunt horen, twee woorden: Aalder en contact. En dat kan kloppen, want alle zetters allemaal in de Aalder en contact zullen met elkaar. Ook wel eerlijk schade, want anders had ik je kinderen kunnen krijgen. Zou u wel eens willen stoppen met smoeren, meneer? Ja? Kom, geef dat pakje sigaretten, Marie. Voilà. Doel van het Aaldercontact is dat we het dus gewoon hebben over de kinderen. En kinderen zijn heel belangrijk, want ik kan het weten. Ik... Ja. Wie is de gsm is dan nu weer? Kom, heeft die gsm erin? Ik zei dus, kinderen zijn heel belangrijk en ik kan het weten, want ik heb zelf twee kinderen. Onze Bjorn en onze Benny. Ikzelf ben ook kind geweest, slakeleid, zo naar hem kunnen. En mijn vader zei altijd, ik was 12 jaar, zei mijn vader... En dat moet op mijn 14e verjaardag zijn geweest. En dan zijn we met hele familie naar Spanje geweest. En pas op, het is een curieus verhaal. Even staan, want ik moet het zien dat ik het goed vertel. Meneer Momaerts, als u even ter zake zou willen komen. Ik heb nog een afspraak. Goed, meneer. Kom, we gaan er aan beginnen, meneer. Ja. Nee. Ja, meneer Peters, je onder Michael, ik heb me klaar een beetje schrik als ze hem zo verder doet dat ik hem toch zal moeten buizen. Nu, over buizen gesproken, waar jij me nou toevallig vorige week in de badkamer een geweldig groot lek had en na had ik zo gedacht, ga zitten op die Peters van Sanitair, Peters, van u belt, Peters herstelt. Wel, als je dan kunt verzorgen dat ons keuken niet iedere keer onder water loopt, iedere keer als ons middenmeur in uw bad omdraait, dan zie ik onder Michael nog burgerlijke ingenieur worden. Ik zeg altijd, doe goed voor de Momaerts en de Momaerts doe goed voor alle. Meneer en madame Verkamme, ik heb hier het lesrapport van onder Jury. Ik zal niet zeggen dat het heel slecht is, maar goed is anders. En jij namelijk nogal veel vieren. Nu, over vieren gesproken, binnenkort vieren we Moedersdag. En ons Miriam die zal de hele tijd erbij zitten dat ze geren een even microgolf zou nemen voor een soepje op te warmen of patatjes als ik wel later thuis kom of zo. U is toch wel degelijk die verkammen van elektroverkammen, is het niet? Voilà. Wel, als je nou iets kunt doen aan de prijs van die Whirlpool Opticook Y79, dan zal ik eens zien of ik misschien iets aan die veren kan doen. Oh god, deze veren zal precies aan het veranderen in een 7. Verstaat het? Ja, meneer Vergaveren. Ik heb onder Tommeke vorige week nog een straf doen schrijven, omdat hem dus voortdurend ziet te babbelen. Ik heb hem 10 bladzijden ervan overschrijven uit zijn boek Nederlandse Grammatica. Nu, over overschrijven gesproken, u is toch bankdirecteur, hè? Ja, madame Van der Wallen, Olle Bartje, dat is eigenlijk vaak zo een klein beetje een avontuurlijke die graag allemaal nieuwe dingen ontdekt. Nu, vorige week heb ik hem betrapt wist dat hem aan het smoren was. En ik dacht, zeg aan mij, dat is een raar sigaret. Dus ik pak ze hem af en ik smoer ze voor zijn eigen goed zelf op. Madame Van der Wallen, ik heb de rest van de dag gelachen. Gelachen? Dat deed je in een naam. Nu, het was geen gewoon sigaret, madame Van der Wallen. Het was een fruitzak met een beste Jamaicaanse shit en van een heel goed jaar. En pas op, hij rolt er niet alleen jointjes van, maar gisteren had hem zelfs een hashpijpje bij. Nu, madame Van der Wallen, over pijpen gesproken. Ik heb gehoord dat u zo goed orgel kunt spelen. Zou u dan niet de mis willen doen van de plechtige commissie?